Dank u wel. Ja, ik moet natuurlijk beginnen met te constateren dat ik helemaal geen China-deskundige ben. En ook hier dus enigszins wederrechtelijk sta. Maar men heeft sterke druk op mij uitgeoefend. En omdat ik ben opgegroeid in een tijdperk dat beleefdheid nog de normaalste zaak van de wereld was, dacht ik, ik kan niet weigeren. Dus vandaar dat ik vanavond ga spreken over een onderwerp waar ik niet zo erg veel verstand van heb. Ja, je zou ook kunnen zeggen, naarmate je ouder en succesvoller wordt, stijg je vanzelf op naar het niveau van je eigen incompetentie. Ja, dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat is door iemand anders heel lang geleden verzonnen. En daar zit veel in. Als u even nagaat wie het verbrengt in de samenleving, zijn het meestal mensen die tenslotte terechtkomen op een plek waar ze totaal ongeschikt voor zijn. Ik denk in het bijzonder aan onze minister-president. Maar het is niet anders. Mijn kennis is dus opgediept uit de kranten. Ik heb mijn hele leven kranten gelezen. En ik heb dus ook de afgelopen 25, 30 jaar over China gelezen. En over de bijzondere gebeurtenissen die zich daar hebben voltrokken. Ik las eens een stukje dat er een of ander onderzoek was ingesteld naar wat de topstory was van de eerste 10 jaar van deze eeuw. En dat is dus niet 9-11. Dat is niet het populisme, maar dat is China. En mij lijkt dat eerlijk gezegd volkomen terecht. De belangrijkste ontwikkeling van de tweede helft van de 20e eeuw is, nou laten we er twee noemen, is de ongekende welvaartsgroei die zich in het Westen heeft voorgedaan, vooral in de periode 1945-1975. En als we kijken naar het laatste kwart van die eeuw, dan zijn natuurlijk de twee belangrijkste ontwikkelingen. Die zijn de start van de groei in de zeer volkrijke grote Aziatische landen. Want we kunnen allemaal wel aannemen dat na de groei van China ook de groei van India zal beginnen. En u weet, terwijl die Chinezen de bevolkingsgroei enorm hebben afgeremd, China heeft met ernstigere vergrijzingsproblemen te maken dan wij. Bij ons valt het namelijk erg mee, maar dat vertellen ze u niet, want ja, de pensioenleeftijd moet omhoog, dus niemand gaat u vertellen dat wij relatief de jongste bevolking van Europa hebben. Als je hier zo rondkijkt, zou je het ook niet direct zeggen, maar nou ja, het valt wel mee eigenlijk als ik zo, misschien toch wel een redelijk gemiddelde. Maar zo is het wel, daar kunnen we nou verder niet op ingaan, maar daarover is het mondje dicht, want u weet, alle problemen van de wereld zijn in Nederland ernstiger dan in enig ander land van de planeet. Althans, dat vinden we zelf. Dat volkomen slaat nergens op, maar wij vinden dat dat zo is. En die Indiërs, zoals u weet, die planten zich voort als de konijnen. En omdat er al 1200 miljoen zijn, heeft dat vrij verstrekkende gevolgen. Er komen in India elk jaar evenveel mensen bij als er in Nederland wonen. Namelijk tussen de 16 en de 17 miljoen. Kunt u zich voorstellen, niet waar maken wij ons zorgen over allerlei zaken. En daar hebben ze elk jaar, doen ze de hele bevolking van Nederland, doen ze erbij. Moet u zich voorstellen, elk jaar een Geert Wilders erbij. Elk jaar een Je hoopt dat een beetje, maar dat die groei ook daar tenslotte op zal starten, dat mogen we aannemen. En daarmee hebben we natuurlijk, als je die Chinese bevolking er voor het gemak even bij optelt, dan zitten we al heel gauw op 2,5 miljard mensen die in de komende eeuw, je moet dat natuurlijk ruim rekenen, waarschijnlijk geleidelijk aan zich zullen bewegen naar een welvaartsniveau wat te vergelijken valt met dat van West-Europa. Misschien niet direct van Nederland. Ik heb begrepen dat de Chinezen die laten we zeggen, economisch succesvol zijn ongeveer op het welvaartsniveau van Portugal zitten. Dat vinden wij niet veel zaaks. Hè? Want u weet dat wij ons, als je het in de krant leest, van Nederlands bruto nationaal product valt terug met 0,6%. Dan zeg je al tegen je partner van, grote god, waar moet dat eindigen? Hè? Nou, dat is iets verschrikkelijks, iets ontzettends. En als je dan denkt dat we een van de rijkste landen ter wereld zijn, dan zou ik ook daar zeggen, zijn al die zorgen wel zo terecht? Maar goed, 2,5 miljard mensen zullen zich, en dan kun je nog een aantal kleinere Aziatische mogendheden kun je erbij optellen, dus we ronden het even af, 3 miljard mensen zullen zich in de komende decennia bewegen naar een welvaartsniveau. Nou, allee, we maken er Portugal van.
En dat heeft natuurlijk enorm verstrekkende gevolgen. Dat zal u duidelijk zijn. Het zal u ook duidelijk zijn dat daarom ook macro-economische pessimisme eigenlijk nergens op slaat. We mogen aannemen dat de dynamiek van de economische ontwikkeling van de wereld niet plotseling tot stilstand zal komen. Je zult zeggen, ja, maar gaat het nu dan niet enorm slecht? He, ook in de inleiding werd nog gezegd, o jee, het is toch teruggevallen, die Chinese groei, het is nog maar 8%. Ja, dat is zorgelijk hoor, dat is een hele zorgelijke zaak. Als je maar 8% per jaar groeit, daar lig je al gauw wakker van. Ja, dat zal gaan met ups en downs. Dat zal, als u denkt aan onze, zeg maar snelle groeifasen. Engeland in de eerste helft van de 19e eeuw. Of Duitsland in de tweede helft van na 1870. Amerika na 1870. Dan zult u zien dat die groei vaak zeer onevenwichtig was. Hè, dat het zich 10, 15 jaar in een soort raketachtig tempo ontwikkelt. En dan heb je boom en bust, ja. Als u voor het kapitalisme bent, bent u ook voor boom en bust. Dat zijn dingen die inherent zijn aan het economische systeem. U kunt natuurlijk ook zeggen, wij zijn voor centrale planning, dan ben je alleen voor bust. Ja, dat kan ook. Ook is ook een optie natuurlijk. En ja, je zou kunnen zeggen, als je de planeet wil beschermen, dan kun je misschien beter daarvoor zijn. Want daar ga ik het vanavond niet over hebben. Gaat de planeet het overleven als de hele bevolking van de planeet op het welvaartsniveau van Portugal terechtkomt? Dat kan ik mij niet over uitspreken. Je ziet, de berichten daarover zijn zeer tegenstrijdig. Maar dat u vrij binnenkort met de zeilboot gewoon over de Noordpool kunt zeilen, dat is toch een hele verrassende ontwikkeling. Hè? En ik denk dat je wel kunt stellen dat de belangrijkste ontwikkeling van de laatste kwart dus van de 20e eeuw, dat is de start van de groei van die Aziatische landen. Die natuurlijk, dat moeten we wel even bijzeggen, in 1800 was China verreweg de grootste economie ter wereld. Dan vervalt China eindeloos in de Taiping-rebellie en met warlords. Nou, u kent dat wel, dat is een langdurige chaos. Dan komen de communisten aan de macht, dat heeft voor- en nadelen gehad. Die hebben het land gecentraliseerd en voorzien van een min of meer competent administratief apparaat. Maar u weet dat met name Mao Tse-tung niet goed bij zijn hoofd was in allerlei opzichten. He, daarom was hij succesvol en tegelijkertijd ook onsuccesvol, omdat hij van economie niet zo verschrikkelijk veel begrepen had, of het interesseerde hem helemaal niet. En in die zin heeft Deng Xiaoping natuurlijk een heel wezenlijke ontwikkeling tot stand gebracht. Interessant is natuurlijk, hoe komt dat? Hij was een beetje een leeftijds- en generatiegenoot van Mao, maar hij is veel ouder geworden. Daar ziet u het grote voordeel van om heel erg oud te worden. He? En al uw randebiele generatiegenoten te overleven. Maar dat valt vaak nog niet mee. Want overleven is bij mijn weten geen signaal van intelligentie. Ja, ik begrijp dat u er even over moet tobben. U zoekt even in uw kennissenkring. Hoe zit het eigenlijk in mijn kennissenkring? Klopt het een beetje of moeten er nog een paar dood om deze zaak tot volle wasdom te brengen? Wie zal het zeggen? Ja, ik denk de twee invloedrijkste personen van het laatste kwart van de vorige eeuw, dat waren natuurlijk Deng Xiaoping, daar zullen we het zo over hebben. De kleine kettingroker, hij is enorm oud geworden terwijl hij zijn hele leven ketting gerookt heeft. Dat is al helemaal een wonderbaarlijke zaak. Dat hij niet zijn hele leven dus niet gerookt, niet gedronken, altijd vezelrijk voedsel gegeten. Nee. Zijn hele leven is een aaneenschakeling van onverstandige dingen. Maar laten we even beginnen met Gorbachev, want die leeft nog. Die vergeten we nog wel eens. Die heeft ervoor gezorgd, overigens door een misvatting zijnerzijds, dat er een einde kwam aan een wat wonderlijke tussenfase van de wereldgeschiedenis, namelijk de bipolaire structuur van de wereldeconomie en politiek tussen 1945 en 1989. De spanning tussen de Verenigde Staten enerzijds en de Sovjet-Unie anderzijds. Want hij dacht dat de Sovjet-Unie wel hervormbaar was. En dat heeft hij geprobeerd en dat bleek niet zo te zijn. En toen is dat hele systeem in elkaar gestort.
En zoals gewoonlijk waren we optimistisch gestemd en we dachten het gaat nu eindelijk de goede kant op. En zoals het altijd in Rusland gaat, na een verwarde overgangsfase is het land opnieuw in de handen van criminelen geraakt. En er is voorlopig geen enkel uitzicht op het verdwijnen van de criminelen. Het enige wat er eigenlijk in Rusland veranderd is, is dat de vorige machthebbers waren ook een soort criminelen, maar dat waren geen dieven. En nu zijn het criminelen die ook dieven zijn. Eigenlijk is het systeem alleen maar veranderd, zodat men de winsten kan afromen en op rekening in Zwitserland kan zetten. Ook dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat is een heel aardig boek waarin wordt uitgelegd waarom de Sovjet-elite heeft besloten om het systeem te beëindigen. In feite omdat het niet besteelbaar was. Toen Molotov doodging stond er 146 roebel op zijn spaarbankboekje. Hij is heel oud geworden. Dus in al die tijd was hij erin geslaagd om niet meer dan 146 roebel bij elkaar te sparen. En wat denkt u dat er op het spaarbankboekje van Poetin staat? Nou, misschien niet 146 miljard, maar als je de hele kliek bij elkaar neemt, denk ik dat je een hele eind in die richting komt. Maar goed, Gorbatsjov heeft een eind gemaakt aan dat systeem. En dat betekent dat de Sovjet-Unie als machtsfactor voor een belangrijk gedeelte is weggevallen. Voor zover het land enige macht heeft, berust die alleen op de export van grondstoffen. En dat is nou juist heel anders dan China. De macht van China berust op heel iets anders, namelijk op een hele actieve, dynamische groei. Is die ontwikkeling overigens in India en China en andere Aziatische landen een opmerkelijke zaak? Feitelijk helemaal niet. Het is alleen een opmerkelijke zaak als u vasthoudt aan het idee wat wij in het Westen hadden, dat wij wel auto's konden maken, maar dat Aziaten dat nou eenmaal niet konden. Ja, dat zijn allemaal hele kleine gele mannetjes en ja, die zijn dan vaak slordig in het dagelijkse werk en die moet je behoorlijke schoppen onder een reet geven om ze een beetje a tempo aan de slag te houwen. En nou ja, het klassieke superioriteitsgevoel van het Westen, alleen wij kunnen dat. En tot onze stomme verwondering begon het ermee dat de Japanners... Ja, het is beter dat we niet afgeluisterd worden bij deze compensatie. Die deur zit gelukkig ook dicht. En toen ineens kwamen we erachter dat de Japanners eigenlijk betere auto's konden maken dan wij. Wat een enorme verrassing was dat. Eigenlijk omdat ze zoveel solider in elkaar schroefden dan wij ze in elkaar schroefden. Nou had je wel de Duitsers natuurlijk die het ook erg solide deden. Maar dat waren prijzige auto's. En wij reden bovendien niet in Duitse auto's na de oorlog. Dat kon je niet maken, hè. Dat was niet fatsoenlijk. Zeker als intellectueel moest je een Franse auto rijden met alle risico's van dien. Ja, de Franse productie bestond grotendeels uit maandagauto's. Hoe dat mogelijk was, begrijp je nog niet, maar het was wel zo. Dus de Japanners hebben, want dat zijn we bij al die opwinding over China, zijn we natuurlijk gemakkelijk vergeten dat de Japanners in feite het kunstje ook al een keer vertoond hebben. Namelijk dat ze in een no-time, eigenlijk vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 1975... als u kijkt naar de efficiëntie van de productie, van de industriële productie, zult u zien dat Japan in de Tweede Wereldoorlog nog op een niveau ligt van 20% van het Amerikaanse niveau. En dat het in 1975, zijn we precies drie decennia verder, precies even efficiënt produceert als de Amerikanen. En tegenwoordig aanzienlijk efficiënter produceert als de Amerikanen. Want in alle opzichten hebben de Amerikanen natuurlijk de slag om de superefficiëntie van de productie in de afgelopen 30 jaar verloren. Dus alleen als je uitgaat van onze, nou noem ze maar rustig, racistische vooroordelen, dan ben je verrast over datgene wat zich in Azië heeft voltrokken of bezig is te voltrekken. Ja, u zult misschien even denken, terwijl ik zo bezig ben, gaat het eigenlijk wel over het thema wat aangekondigd is. Nou, nee dus. Ik wou het wat algemener houden eigenlijk. We komen zo wel te spreken over de Verenigde Staten en wat die denken. Alsof de Verenigde Staten iets zouden denken. Het is maar de vraag wie je raadpleegt. Hè. Raadpleeg je dus die maloot, Mitt Romney. Nou ja, die is niet zozeer maloot, maar hij staat aan de leiding van een leger van maloten. Dat zou dus een betere formulering.
dan weet u dat de Chinezen keihard moeten worden aangepakt enzovoort. Trouwens, ook Obama heeft niet geschroomd om in deze verkiezingsmomenten ook te zeggen dat die Chinezen toch de boel oplichten en hun munt op verkeerde manier manipuleren. Maar goed, dat is verkiezingspraat, daar komt het in grote trekken op neer. Maar goed, ik kom daarover te spreken, maar ik wil het eerst even wat algemener houden. Dus ja, als u uitgaat van onze racistische vooroordelen, is wat ze voltrokken heeft in China een hele opmerkelijke zaak. Want dat hadden we niet gedacht, dat die Chinezen dat zouden kunnen. Net zo goed als het bij de Japanners, toen de Japanners begonnen met de export van fietsen in de jaren 30. Ja, dat zijn geen fietsen. Ik bedoel, ja, het zijn wrakke dingen, die hebben ze afgekeken van ons. Dat hadden ze niet zelf kunnen bedenken, zo'n ding met twee wielen en trappers eraan. Maar een kopergazelle of zo, dat zijn heel wat solidere. Of een Vongers, dat zijn heel wat solidere fietsen die wij zelf maken. Ja, dat bleek allemaal eigenlijk helemaal niet zo te zijn. Denkt u aan de betrekkelijk komische wijze waar bijvoorbeeld op de hele West-Europese motorindustrie, afgezien van BMW, weggevaagd is in 10 jaar door de Japanse motorindustrie. U zult zich afvragen waarom? Gewoon omdat ze 100 keer beter waren. Omdat wij uit hubris, luiheid, suffigheid stil waren blijven staan in technologisch opzicht. Al denk ik niet dat er onder u vele motorrijders zijn. U zwijgt stil, kennelijk. Is dit een wijdverbreide sport hier? Dat had ik eigenlijk niet zo gedacht, moet ik u zeggen. Wie van u is actief motorrijder? 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ja, hierachter nog. Nee. Nou, ik had eigenlijk zoiets verwacht ongeveer. Hè? Het aantal zelfmoordenaars is altijd vrij beperkt in zo'n gezelschap. Ja, het was helemaal niet bijzonder natuurlijk. Want gaat u eens naar wat. We moeten het even heel breed trekken. De mensheid is ongeveer 200.000 jaar oud. Er wordt over gestreden hoeveel precies, maar laten we zeggen, Homo sapiens zo'n beetje 150.000, 200.000 jaar oud. En de eerste, zeg maar 135.000 jaar van ons bestaan waren wij jagers en verzamelaars. Overigens heel actief en technologisch al geverseerd. En we konden van alles wat alle andere dieren niet konden en kunnen. En we hebben ons over de hele planeet verspreid, met uitzondering van de Antarctica. Maar wij waren en bleven jagers en verzamelaars. En ongeveer 11.000, 12.000 jaar geleden heeft zich een revolutie voltrokken in het menselijk bestaan. Want toen zijn we van jagers en althans een deel van de mensheid is van jagers en verzamelaars landbouwers geworden. Was dat overigens een fijne ontwikkeling, alleen voor diegenen die niet zelf hoefden te landbouwen. Ja, dat klinkt misschien een beetje eigenaardig, maar de meeste jagers en verzamelaars waarvan wij skeletten hebben gevonden, die hebben ongeveer ons soort van skeletten. Zeg maar 1,80 meter ongeveer, behoorlijk ontwikkeld bottenstelsel. En de meeste agrariërs zijn kleine schalen types met zwaar versleten skeletten. Maar voor degene die natuurlijk door de landbouwers in leven werden, de priesterklasse, soldaten, de elite was, en de mensen die gedichten schreven, ja, die moet je ook altijd even meetellen natuurlijk. Hè? Ja, dat is een activiteit die nergens goed voor is, maar waar het toch van wel prettig is dat het gedaan wordt, zal ik maar zeggen. Ik las vandaag nog een alleraardigst gedicht van Ingmar Heitse. Ik ben vergeten hoe het ging, maar het was ontzettend leuk. Dus de elite, en dat was eigenlijk de hele mop van de agrarische samenleving, dat er een aantal, om die samenleving te runnen, was een aantal dingen noodzakelijk die ons uiteindelijk weer gebracht hebben waar we nu zijn. Want wilde je een agrarische staan, dan moet je voedsel bewaren. En je moet een administratie hebben. En je moet jezelf kunnen verdedigen. Je hebt vaak een complex irrigatiestelsel nodig. Je hebt een religie nodig, waardoor je de mensen wijs maakt dat het zaak is dat ze de hele dag keihard werken en er niet voor beloond worden. Kortom, er is een complex maatschappelijk systeem noodzakelijk. En zo'n 4.000, 5.000 jaar voor Christus kwam zo'n systeem voor het eerst tot ontwikkeling. En het interessante van de agrarische revolutie is
dat het zich, u ziet, het wordt een beetje breed getrokken, maar tenslotte kom ik weer uit waar ik uit moet komen. Het interessante van die revolutie is in feite dat die zich onafhankelijk op verschillende plaatsen op de planeet heeft voltrokken. Dus als ze het in Sumerië niet hadden uitgevonden, dan hadden ze het in China uitgevonden. En als ze het in China niet hadden uitgevonden, hadden ze het misschien in de Indusvallei uitgevonden. En als ze het daar niet hadden uitgevonden, hadden ze het misschien in Midden-Amerika uitgevonden. Dus op 5 verschillende plaatsen, op verschillende momenten in de menselijke geschiedenis is men overgestapt op een agrarische productiestructuur. Nou, u weet, dat heeft een hele tijd geduurd en rijken kwamen op en rijken gingen onder. U ziet, het blijft ook een beetje met de brede kwast. Maar als u zo'n... Ik kocht laatst eens op de luchthaven zo'n boek over, nou ja, over rijken die opkomen, rijken die ondergaan. En ik denk, dat is enorm interessant allemaal. En na 30 bladzijden dacht ik, ik weet het wel zo'n beetje. Hè? Ze komen op, ze bloeien een tijdje en dan gaan ze weer onder. En dat, nou ja, dat was in het laatste hoofdstuk ook nog zo. Dus ik heb het hele tussenstuk heb ik overgeslagen. En ik moet u zeggen, dat ga ik nu ook weer doen. En ze komen op en ze gaan weer onder. Maar ergens, op een geheimzinnige wijze, ergens in de loop van de 16e en de 17e eeuw, voltrekt zich stap voor stap een revolutie waarvan eigenlijk nooit precies duidelijk is waarom die zich voltrekt en waarom op dat moment en op die plek. Je kunt wel bepaalde oorzaken aanwijzen, maar stap voor stap worden de condities gecreëerd om te beginnen aan een nieuwe revolutie, waar we eigenlijk nog steeds mee bezig zijn. Waarom zit u hier zo fijn in een verwarmde zaal? Waar ooit de Unie van Utrecht is gesloten. Heeft u niks om handen vanavond? Heeft u al zo vaak naar de televisie gekeken dat u dacht, nou, kan ik wel eens een avond naar een lezing toe? Ja, misschien heeft u echtgenoten gezegd, laten we in godsnaam nou eens niet naar die televisie kijken vanavond. Er zijn leukere dingen in het leven dan televisie. Bovendien hoor je op de televisie voor Rossum altijd maar 2 minuten. En nu is hij de hele avond aan het woord. Een genoegen wat praktisch onbeschrijfbaar is. Ja, dat heeft u te danken aan de industriële revolutie. Anders had u hier niet gezeten. Had u in een tochtig huisje gezeten met bedwansen en zou u, een groot gedeelte zou al overleden zijn en een ander gedeelte zou tuberculeus zijn en weer een ander had kaakabcessen waar niks aan te doen was en u was al 2 vrouwen verloren in het kraambed. Nou ja, kortom, het was onbeschrijfelijk ellende eigenlijk. Hè. Dat vergeten we wel eens hoe het tot zeer voor kort was. Ja, de industriële revolutie. Het gekke is, dames en heren, wist u dat precies 300 jaar geleden in 1712 de eerste min of meer effectieve stoommachine in bedrijf werd gesteld? En is het niet opmerkelijk dat daar dit jaar geen enkele aandacht aan besteed is? Met name niet op de televisie. Die, zoals u weet, een uniek talent heeft om aandacht te besteden aan dingen die totaal onbelangrijk zijn. Vandaar dat het goed is dat u hier zit. En dat u hoort dat 300 jaar geleden, maar voordat je een stoommachine kunt bouwen, moet je een aantal simpele dingen begrepen hebben die voor u volkomen vanzelfsprekend zijn, maar die ontdekt zijn in de 17e eeuw. De luchtdruk. Hè? Ja, als ik zo zeg luchtdruk, dan zegt u, ja, dat wist ik ook wel, luchtdruk. Hè? Die is hoog of laag. En als die laag is, regent het. En als die hoog is, schijnt de zon. Dat is zo globaal wat u daarvan weet, van de luchtdruk. Maar die luchtdruk is zeer aanzienlijk. En als ik u nou vertel dat halverwege de 17e eeuw het eerste volstrekt overtuigende experiment is gedaan waarmee de luchtdruk aangetoond werd, namelijk dat van de Maagdenburger halve bollen. Zegt u dat nog wat, de Maagdenburger? Halve bollen. Ja, wij moesten er op school altijd enorm om lachen, omdat wij bij halve bollen eigenlijk maar aan één ding konden denken. Dat kunt u beter niet doen. Er zijn misschien zelfs mensen onder u die zeggen, waar zou dat kunnen wezen? Dat ga ik niet uitleggen. U moet daarvoor een deel van uw puberteit hebben bewaard ergens in de krochten van uw brein. Dan weet u het meteen. Ja, maar als ze niet hadden geweten van de luchtdruk, zou de eerste stoommachine, die werkt, dat ga ik niet uitleggen, maar dat is een zogenaamde atmosferische stoommachine, dat zou niet gebouwd kunnen zijn, want dan hadden ze niet geweten hoe het werkt. Het was zelfs al uitgebreid beschreven.
Dus ergens tussen 1650 en 1750 voltrekt zich eigenlijk de industriële revolutie. In het bijzonder in West-Europa. Een enkeling zal onder u zeggen, was het niet zo dat zo omstreeks 1000 na Christus China eigenlijk min of meer op het punt stond om die tournure ook te maken? Ja, maar het is niet gebeurd. Dat blijft een raadsel waarom dat zo is. Ze maakten 100.000 ton staal per jaar. Ze kenden het kompas, ze hadden de paraplu uitgevonden, ze hadden de kruiwagen ontdekt. Waarvan u misschien ook zegt, dat had ik zelf ook wel kunnen verzinnen. Ja, omdat u er toevallig wel eens een gezien heeft. Hè? Anders was u er niet opgekomen. Hè? Neem nou die fiets. Hè? Het heeft 100 jaar geduurd voordat ze zoiets simpels hadden bedacht als de fiets waarop wij rijden. Ze hebben jarenlang op een fiets gereden met een gigantisch voorwiel en een heel klein achterwieltje. Hè? Waar u, als u erop zou rijden, dat zou u niet. Dat is nog gevaarlijker dan een motorfiets. Hè? Dus wat eenvoudig lijkt, is het niet altijd. Ja, dus in die periode is de industriële revolutie begonnen. Meer in het bijzonder in Engeland. Maar ondenkbaar zonder de West-Europese wetenschap in de ruimste zin van dat woord. Want ja, zegt Maartenburg, halve bolle. De eerste stoommachine is beschreven door meneer Papin, een Franse onderzoeker en zo. Het was ook de wetenschap is eigenlijk vanaf het allereerste begin een internationale wereld geweest. Je stuurde je berichten op naar die Royal Society in Londen, denkt u aan Leeuwenhoek. Eerst geloofden ze het daar niet, maar tenslotte bleek dat allemaal waar te zijn. Maar het was altijd al een internationaal systeem. En toen begon in Engeland de industriële revolutie. En er is geen enkele speciale reden om aan te nemen dat die industriële revolutie zich zou hebben moeten beperken tot Engeland. Dat dachten de Engelsen natuurlijk eerst wel. Dat is namelijk het leuke van de industriële revolutie. Dat degenen die het hebben altijd denken dat degenen die het niet hebben... door algemene domheid, onbeschrijfelijke luiheid, een aangeboren gebrek in de hersenen of allerlei andere zaken waarvoor, zoals u begrijpt, geen schijn van bewijs is. Het zijn meestal omgevingsfactoren die bepalen of dat wel zover komt of niet zover komt. En bij de Engelsen was dat in allerlei opzichten ook een min of meer toevallige ontwikkeling. Waarom heeft het zich niet in Nederland voltrokken? Omdat wij met een enorme handicap zitten. We hadden geen ijzer en we hadden geen kolen in de grond. Ja, tenslotte wel in Limburg, maar daar kun je nauwelijks tot Nederland rekenen. Bovendien zaten ze zo diep dat we niet wisten dat ze er waren. Terwijl ze in Engeland vaak aan de oppervlakte lagen, dus ze werden daar al even geëxporteerd. Ja, en toen zie je dus, Engeland ontwikkelt zich industrieel. En dan komt België, hè, ja, eerste land wat zich op het Europese continent industrieel ontwikkelt. Waar Wallonië nu verschrikkelijk voor gestraft wordt. Engeland ook wel een beetje natuurlijk. Ik zeg niet dat Engeland teruggevallen is tot een bedroevend niveau van de late middeleeuwen. Maar de Engelse industrie heeft toch wel vrij opmerkelijk de boot gemist. Hè? Ik had het al even over die motorfietsen. Maar de ouderen onder u kunnen zo nog 5 Engelse motorfietsen noemen. Ja, wie zou dat kunnen? Norton, Matchless, BSA, Triumph. Kijk, hè? Als we even, misschien moeten we dat de rest van de avond gaan doen. Ontzettend leuk spel. Hè? Want ik kan daar wel aan toevoegen, zijn er nog Engelse autofabrieken waar die in Engelse handen zijn. Waar, laten we zeggen, de technologische ontwikkeling van het voertuig door Engelsen wordt bepaald. Ja, een aantal heel sterk gespecialiseerde fabrikanten van min of meer sportieve auto's, ja. Hè, maar al die merken van onze jeugd, Austin, Morris, Pulsley, zie. Zo vul je de tijd wel. Die bestaan allemaal niet meer. De trots van de Engelse auto-industrie, Bentley en Rolls-Royce. Van wie is Bentley? Van de Volkswagenfabriek. Wat is de grootste autoproducent ter wereld vorig jaar, dit jaar? Dat is de Volkswagenfabriek. Ja, want
die waren we even vergeten in al ons enthousiasme over China, is dat de Chinezen met z'n 1300 miljoen ongeveer voor evenveel geld exporteren als de Duitsers met hun 80 miljoen. He, dat geeft wel even toch, ja, die Duitsers, die moet je nooit onderschatten. Je ziet dat je veel beter twee oorlogen kunt verliezen dan winnen. He? Ik ga dat nou verder niet inpeperen. Maar dat is wel. Ja, er wordt wel een autootje gebouwd in Engeland. Dat is de Mini. Maar wat is de Mini? De Mini is in feite een verkapt BMW'tje. En de prijs is er ook naar. He? Moeten we wel even ons realiseren. Daar zie je aan dat de Engelse auto-industrie door gebrek aan kwaliteit de boot gemist heeft in de jaren 60 en 70. Dus dat is het enige wat je ervan zeggen kunt. Je wordt meedogenloos gestraft. Goed, ik ga even door. België industrialiseerde zich. Duitsland industrialiseerde zich. In allerlei opzichten een hoogst interessant geval. Want de Duitsers horen tot de enige al oudere geïndustrialiseerde landen die zich nog steeds in de absolute technologische voorhoede bevinden. Na Duitsland of min of meer tegelijkertijd de Verenigde Staten een megasucces, in no time de grootste economie ter wereld, meer dan een eeuw lang tot op de dag van vandaag de grootste economie ter wereld, maar nou ja, waarom wordt de huidige president wellicht herkozen? Omdat hij bereid was enkele tientallen miljarden uit te trekken om General Motors, ooit het allergrootste, meest efficiënte productieconcern ter wereld, uit de dood te redden. Denkt u eens in wat dat betekent? Hoe kwam dat zo? Dat kwam omdat General Motors waardeloze producten afleverde. Dat kan ik u wel heel kort beschrijven. Als Amerikaanse auto's zien er gruwelijk uit. Het is ietsje beter geworden, dat moet ik u zeggen. Maar de efficiëntie van de auto-industrie kunt u het best afmeten aan de ruimte tussen de verschillende delen van de beplating van de auto. Kunt u daar vrij makkelijk een vinger in steken, dan heeft u te maken met een waardeloos product. Dat heeft wel voordelen, want dan kunt u de deur dicht doen en terwijl uw vinger ertussen zit, zonder dat u hem kwijt bent. Hè? Terwijl als je bij een Duitse auto je vinger erin laat zitten, bij een Audi, dan is die eraf. Want dat luistert daar nou. U weet wat u dan moet doen. U neemt de vinger onbepong en u fietst als een scheet naar het ziekenhuis. Dan schijnen ze hem er gewoon weer aan te kunnen zetten, heb ik gelezen. Maar het is nog verstandiger om geen Audi te kopen misschien. Ja. En zo, als u kijkt naar ongeveer 1970, zult u zien dat van de wereldwijde industriële productie 80% werd verricht in West-Europa, de Verenigde Staten en Japan. Als u nu naar de cijfers zou kijken, ziet u dat daar al een enorme verschuiving in is opgetreden. Een gedeelte van die industriële productie is uit het Westen verdwenen, ook uit Japan verdwenen, en die is verplaatst al in de richting van China. Al zijn het meestentijds betrekkelijk simpele producten. Met uitzondering natuurlijk van de iPhone. Wie heeft al een iPhone'tje? Helemaal niet. Oh, ja, daar zitten toch. Je ziet ook dat ze even aarzelen, omdat ze bang zijn dat ze straks in de gang beroofd zullen worden. Dat die afgepakt zal worden. Maar u kijkt er wat trots bij toch, hè? Zo van, zo. Nou, u weet, dat wordt door Foxconn in elkaar gezet. Dat gebeurt wel in China, maar u weet ook, het ontwerp is uit Cupertino en de software is uit Cupertino. En ik heb laatst gelezen wat de Apple eraan verdient en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan moet je toch ook als Chinees denken, we doen iets fout. Dit moet op korte termijn, moet dit veranderd worden. Want dit is een hele onrechtvaardige zaak. En dat is het ook in allerlei opzichten. Ja, dus tussen 1970 en 2012 heeft zich al een revolutionaire verandering voltrokken. Maar dat is een onderdeel van dat veel grotere proces wat ik u geschetst heb. Er is geen reden om aan te nemen dat andere landen niet zich net als wij kunnen industrialiseren. Dat proces gaat simpelweg door. Wat zich voltrekt in China en India en andere Aziatische landen is niet meer dan een onderdeel van datzelfde enorme proces wat ooit begonnen is tussen 1690 en 1750. Het enige wat gespaard zal worden is wellicht Antarctica.
De kans dat die pinguïns zich zullen industrialiseren. Hoewel ik begrijp dat het een ijverig volkje is, wat bereid is behoorlijk af te zien om de jeugd hoog groot te brengen. Vandaar dat die film zo succesvol was in de Verenigde Staten. Ze dachten eigenlijk dat die pinguïns ook republikeinen waren. Dat is altijd fijn als je denkt. Terwijl die pinguïns natuurlijk, als je er even over nadenkt, ongelofelijke oetlullen zijn. Wie gaat nou op 70 kilometer afstand van open zee in onder met 40 graden onder nul je jongen grootbrengen die tussen je poten staan? En dan denk je toch, dan verzamel je toch als pinguïn en je houdt een vergadering en zegt van zeg, daar moeten we nou echt eens mee ophouden. We moeten in ieder geval iets dichter bij zee gaan staan, want dit leidt tot ellende. Maar nee, wij vinden het geweldig. Hoe stommer je je gedraagt, hoe mooier wij het vinden. Goed, dat is wat zich voltrokken heeft in China. Vanaf, zoals u weet, de late jaren 70. Dat plan was niet van Deng Xiaoping. Het plan was van iemand anders, waarvan ik nu de naam ben vergeten. Dat is altijd een groot probleem met China, dat je met enige moeite kun je de topstukken onthouden, maar de hele rest, het is allemaal, nou ja, ik ga dat niet nadoen, maar de hele rest is eigenlijk niet te onthouden. Daar komt het. Het schijnt ook dat wij Chinezen voor ons Chinezen er allemaal hetzelfde uitzien. Terwijl wij er voor Chinezen allemaal hetzelfde uitzien. Terwijl als ik zo omkijk, dan constateer ik toch zeer opmerkelijke verschillen. Tussen iemand met een iPhone en iemand zonder een iPhone. Ja, en Deng Xiaoping heeft in 1979 besloten dat hij, wat zei hij ook alweer, waarom zou je eigenlijk geen socialistisch kapitalisme kunnen hebben? Wat maakte het uit wat voor kleur de kat had als die maar muizen ving? En dat is een hele pragmatische houding. En die pragmatische houding die heeft de Chinezen ertoe gebracht om dat economische ontwikkelingsproces op te starten. Wat ze ook weer enorm handig hebben aangepakt. Want ze hebben eerst de landbouw in feite de vrije teugel gegeven. De individuele boeren en kleine agrarische gemeenschappen. Zodat er in feite een soort basiskapitaal werd gecreëerd in de eigen samenleving. Want anders moet je ergens anders gaan lenen. Daar hadden ze natuurlijk geen zin in. Want je hebt er wel geld voor nodig. En dat leidt eigenlijk op zeer korte termijn tot een spectaculaire economische ontwikkeling. Je ziet wel aan China hoe snel het eigenlijk kan. Maar we wisten eigenlijk wel dat het ontzettend snel kon. Want ook als u kijkt naar de ontwikkeling van de Amerikaanse economie tussen het eind van de burgeroorlog 1865 en 1900, dan ziet u al hoe snel het eigenlijk kan. Want Amerika is nog een grotendeels agrarische samenleving aan het eind van de burgeroorlog en is in 1900 verreweg de grootste economie, ook industriële economie ter wereld, groter dan Frankrijk, Duitsland en Engeland samen. Alleen was het ver weg toen. Het is nu veel dichterbij gekomen. Dat wil zeggen, merkwaardigerwijze is het iets verder weggeraakt, maar door de moderne transportrevolutie is het veel dichterbij gekomen. U zult zeggen, hoe is het iets verder? Het drijft iets van ons weg. De Atlantische Oceaan wordt groter. Ik meen met een 5 centimeter per eeuw of zo. Ik meen dat de afstand toeneemt in hetzelfde tempo als onze nagels groeien. Dus ik meet het nog wel eens en denk, goh, Amerika weer 4 millimeter verder weg. Hartstikke handig als je dat weet, zulke dingen. In 30 jaar, mits de omstandigheden gunstig zijn, niet waar, kan een economie uit een toestand van betrekkelijke achterlijkheid opgetild worden naar, nou ja, wat een Chinese economie op dit moment is. Dat moeten we overigens ook weer niet overdrijven. Gaat overigens de economische ontwikkeling in China door zoals die de afgelopen 30 jaar door is gegaan, dan moet u ervan uitgaan dat ze binnen een jaar of 10, 20, precies kun je dat niet zeggen, zullen ze de grootste economie ter wereld zijn. Zullen ze Amerika passeren, maar dat ligt natuurlijk voornamelijk aan het feit dat er maar 300 miljoen Amerikanen zijn en 1300 miljoen Chinezen. Dat maakt toch weer een aanzienlijk verschil, maakt dat vanzelfsprekend uit. Iedereen schijnt dat verschrikkelijk beangstigend te vinden, dat de Chinese economie dan groter is dan de Amerika. Ja, ik zou zeggen, waarom zouden we daar wakker van liggen? Dat heeft te maken met
demografische constanten. En de vraag is alleen maar wat de Chinezen eigenlijk precies gaan doen met die groei. Maar voor die tijd moeten we de vraag beantwoorden. Niet dat dat kan, maar we moeten hem wel stellen. Gaat die groei zo door? Is dat een proces wat zich geleidelijk onweerstaanbaar zal voltrekken? Dat zei ik u al, daar zullen van allerlei ups en downs in zitten. Boom en bust, het kan best een paar jaar stil liggen. Dat weet niemand wanneer ze dat zal vertrekken. Als u een beetje over China heeft gelezen, dan weet u dat ze al 2 jaar in de krant voorspellen dat er in China onvermijdelijkerwijs een onroerend goed bust moet komen. Dat ze veel te veel geld hebben gestoken in volstrekt nutteloze bouwprojecten. Dat is overigens een hele merkwaardige zaak, dat zelfs de allerverstandigste personen ter wereld, neem nu de Nederlanders, niet waar, dat iedereen gevoelig is voor een onroerend goed, boom en bust. U kunt nauwelijks een land noemen waar niet op een of andere manier een onroerende goed, boom en bust cyclus heeft gedraaid. Nederland, de Verenigde Staten, waar hebben we die kredietcrisis aan te danken? Aan een boom en bust crisis in de onroerend goedsector. Ierland, Zweden, Portugal, Spanje. Je kunt het zo gek niet verzinnen of... Ja, het heeft zich u denkt natuurlijk, zijn er landen waar het zich niet heeft voltrokken? Kunt u daar eentje van opnoemen? Waar het zich nog nooit heeft voltrokken? Wat? Noord-Korea. Ja, dat is meer een land wat zich als totaal eigenlijk als een historische bust heeft ontwikkeld. Hè? Trouwens, nu u het toch noemt, ik had er helemaal niet aan gedacht. Maar wie houdt Noord-Korea op de been? Dat is China. Zonder energieleverantie, zonder voedselleverantie, zou Noord-Korea al jaren geleden in elkaar gestort zijn. En omdat de Chinezen zich zorgen maken over de destabilisering van Azië, als Noord-Korea in elkaar zou storten en waarschijnlijk zich zou aansluiten bij Zuid-Korea, denken ze, weet je wat, we doen net precies het minimum om die club van halve garen op de been te houden. Dat is eigenlijk de Chinese politiek. Maar zonder China zou het huidige Noord-Korea niet bestaan. Dat kan ik u absoluut garanderen. En ik denk dat Zuid-Korea ook wel blij is dat die Chinezen dat doen. Ja, ze demonstreren af en toe dat het allemaal schande is, maar het zal je maar gebeuren dat je Noord-Korea erbij krijgt. Hè? Ja, wij zitten al met Limburg, dat is al erg genoeg. Dat is meer het zuiden dan het noorden natuurlijk, maar ja, waar was ik gebleven? Ja, hoe het met China verder gaat, boom en bust. Ik weet het niet precies. Er zullen zich dat soort van processen voordoen, daar ben ik vast van overtuigd. Maar dat tegelijkertijd over de langere periode, de longue durée, om Brodel te spreken, het proces door zal gaan, dat is zeker. Al was het maar omdat het regime zich ten volle realiseert dat het fijne is dat je 400 miljoen mensen hebt opgetild naar het niveau van Portugal, maar dat er dan nog een kleine miljard over zijn die dat ook graag willen. En die op massaal migreren naar de grote steden. Ik weet niet, ik las laatst weer zo'n stuk van hoeveel steden er in China zijn met meer dan 1 miljoen inwoners. Wat 3 keer zoveel als Utrecht. Daar word je altijd een beetje moedeloos van. Hè? Net als hele grote boekwinkels. Dat je ook denkt, nou voor mij hoeft het eigenlijk niet meer. Hè? Terwijl hele kleine boekwinkels, dat heeft iets aangenaams. Hè? Dat je denkt, nou ja, als ik hier een boek koop, is het toch een aanzienlijk deel van de voorraad die ik heb aangeschaft en die ik zou kunnen lezen. En dan raken we natuurlijk aan een tweede probleem waar niemand een oplossing voor weet. En niemand weet ook hoe dat zal gaan. Namelijk, is China in staat om zich verder op deze dynamische wijze economisch te ontwikkelen met het huidige regime? Wat per slot van rekening een totalitair regime is. Wat u onmiddellijk kunt zien aan de vergaderzaal waar de heren, want het zijn voornamelijk heren, zich ophouden. Hè? Met die bloemstukken en dat typische meubilair wat volgens mij nog steeds waarschijnlijk in de voormalige DDR wordt geproduceerd. Hè? Ja, dat is een hele rare zaak die ik wel eens eerder aan de orde heb gesteld, maar het communisme heeft nooit iets gemaakt wat mooi is. Heeft u daar wel eens over nagedacht?
Nou, het zou moeten de Kalashnikov moeten zijn. He, dat, die heeft een zekere pragmatische schoonheid. Maar de hele rest, dat is dat meubilair, wat dan ook maar, gebouwen. Het, zelfs de kunst van de communisten is, het, is niet om aan te zien werkelijk. He? Van die gespierde vrouwen op zo'n tractor. He? Ja, Madonna op een tractor. Want ik vind Madonna ook veel te gespierd. Ik weet niet precies hoe zich dat zal ontwikkelen. Gek genoeg ben ik ten aanzien van de interne vrijheden van China een wat andere mening toegedaan dan de meeste deskundigen. Ik ben ervan overtuigd dat ze allerlei verschrikkelijke dingen daar voltrekken en dat ze die Boxilaien verschrikkelijk behandeld hebben en dat er ongetwijfeld ook kampen zijn waar de intellectuelen in onderdrukt worden. Ja, dat is allemaal. Maar ik ben vaak enorm gefrappeerd door de kritiek van doodnormale Chinezen die wij ook op de televisie te zien krijgen. In de tijd van de Olympische Spelen, als er aardbevingen zijn geweest. Misschien herinnert u zich nog dat grote treinongeluk, hè, met die hoge snelheidstrein. Want ze bouwen het inderdaad. Ze bouwen een hoge snelheidsnetwerk in dezelfde tijd die ProRail nodig heeft om de rookontwikkeling in het kantoortje in Utrecht effectief te bestrijden. Waar je wel eens een beetje moedeloos van wordt, hè, van die Nederlandse spoorwegen. Als u wist wat ik nu geestelijk moet doorstaan om niet een reeks van pijnlijke anekdotes over dit waardeloze bedrijf te gaan vertellen. Maar ik doe het niet. Ik doe het echt niet. Ik weiger toe te geven aan mijn kwaadste instinct in feite. Maar goed, mij viel op na dat treinongeluk dat je allerlei lieden op de tv te zien kreeg dat het schande was en dat de zaak was dat dat verbeterde en dat er geen verhaal was en dat ze vergoedingen moesten hebben, dat hun familieleden om het leven waren. En dat je altijd denkt, nou ja, kennelijk is het in China in toenemende mate wel mogelijk om vrij omvangen, als u zich even de hoogtijdagen van de Sovjet-Unie voor de geest haalt, het idee dat je daar aan de gemiddelde Moskoviet kon vragen, wat vind je ervan? En dat hij zou zeggen, nou, het is een waardeloze troep, hè, wat het wel degelijk was, een stuk slechter dan in China, dat is eigenlijk ondenkbaar. Dus ik ben altijd wel kennelijk bevinden ze zich toch in een soort schematoestand waarbij de mondigheid van de burger wel degelijk bezig is om toe te nemen. Wat dat betekent voor dat autoritaire regime, dat weet ik niet. Het zou best kunnen zijn natuurlijk dat de frictie tussen het regime en de economische ontwikkeling zo groot wordt dat zich een verwarde fase voordoet waarin het politieke regime aangepast moet worden aan de verandering der tijden. Hoe dat zal gaan, geen idee. Of dat pragmatisch zal gaan, geen idee. Wel moeten we constateren dat de Chinese elite, wat u daar van die lui ook mogen denken, die allemaal hun haar verven. Ja, want je denkt vaak, die Chinezen worden niet grijs. Hè? Heeft u dat nooit gedacht? Dat je denkt, hoe is het mogelijk dat ik wel grijs word en de Chinezen niet? Hè? Wat is dat? Hoe komt dat eigenlijk? Maar dat komt dat ze hun haar verven hebben. Heb ik van een deskundige gehoord. Hoe het genetisch zit, weet ik. Het was een beetje net als met Ronald Reagan. Hè? Dat je denkt, ja, ik geloof dat gewoon niet. Dat moet geverfd worden. En weet u nog Schreuder, die het absoluut ontkende dat hij zijn haar verfde? Hè? Nou ja, dit is ook een thema waar ik niet verder op door wil gaan. Hoe boeiend dit ook is vanuit wereldhistorisch oogpunt. Het is een probleem wat, ik kan het u alleen maar aankondigen, het probleem is er. Er zal groeiende frictie bestaan tussen een steeds bredere bourgeoisie, wat u dan ook van dat woord wilt, dat bedoel ik verder niet zoveel ideologisch mee, maar tussen een steeds grotere groep die wel iets meer te vertellen wil hebben, die iets meer ruimte zal willen hebben om het eigen leven te leiden naar eigen inzichten. Dat is natuurlijk ook vanuit die groep een langzaam veranderingsproces, want het is maar net waar je in principe aan gewend bent. Voordat het een rechtsstaat is, dat kan nog wel even duren. Ik ben ooit geneigd om te zeggen, laten we daar ons niet al te veel mee bemoeien. Ik ben het wel eens met dat geven vingertje waar we toch enorm voorzichtig mee moeten zijn. Ten meer omdat wij onszelf eigenlijk in de afgelopen 2 jaren, misschien moet ik dat toch, het heeft er niets mee te maken, maar kan niet laten om dit even te zeggen,
In de afgelopen twee beschamende jaren die wij in Nederland hebben doorgemaakt, hebben wij ons in tal van opzichten schuldig gemaakt aan mensenrechten schendingen volgens de verdragen die we zelf uitgebreid hebben ondertekend. Toen we nog in de hubris leefden dat wij in allerlei opzichten een voortrekkersnatie waren op het punt van de menselijkheid. Ja, dat bleek een bittere teleurstelling, dames en heren. Dus ik zou zeggen, laten we dat nou eerst even in orde brengen. En dan kunnen we altijd weer ons in Peking melden. Niet waar? Ik stel ook voor dat de heer Rosenthal daar ambassadeur wordt. Dat lijkt me een geweldige oplossing, eerlijk gezegd. Maar dat zal jammer genoeg wel niet gebeuren. Maar onzekerheden zitten er dus in het proces wel degelijk ingebouwd. Of dat op de lange termijn ook de effecten zal hebben die je wel eens hoort, dat het tot chaos zal vervallen of zo, dat denk ik eigenlijk niet. Daarvoor is een steeds grotere groep, heeft aanzienlijke belangen in feite de voortzetting van de bestaande ontwikkeling. En dan komen we aan de vraag natuurlijk, als dat allemaal zo is en China is over pak een beet 25 jaar de grootste economie ter wereld, is natuurlijk de vraag, wat gaan die Chinezen doen met de economische en daaruit noodzakelijkerwijze voortvloeiende mogelijke militaire macht anderzijds. Dat weten we helemaal niet. Zullen ze investeren in een omvangrijke militaire macht? Zullen ze in de valkuil vallen waar de Amerikanen in gevallen zijn? Na de Tweede Wereldoorlog de machtigste natie ter wereld. En als je eenmaal de machtigste natie ter wereld bent, dan wil je het graag blijven. En als je eenmaal een enorm militair apparaat hebt ontwikkeld, denk je dat vrijwel alle crisis in de wereld op voortreffelijke wijze kunnen worden opgelost door het gebruik van dat enorme militaire apparaat wat je hebt. Maar als u nou even denkt aan het gebruik wat de Amerikanen hebben gemaakt van dat geld, dat honderden miljarden verslindende apparaat, dan zult u zien dat ze er alleen maar onbeschrijfelijke narigheid aan beleefd hebben. Denkt u aan het huidige Afghanistan, waar wij in toenemende mate mensen opleiden die vervolgens hun opleiders doodschieten. Gelukkig hebben wij in Kunduz afgesproken dat we ze wel opleiden, maar dat ze niet gaan schieten. Dat scheelt, ja, wij zijn altijd enorm clever in die dingen. We hebben dat al jaren geleden, hadden we dat al in het snotje. Als je ze laat schieten, dan ben je de klos in Afghanistan. Dus wij leren ze niet schieten. Ze leren van alles, hun veters knopen, hun bed opmaken, al die andere nuttige dingen die wij altijd leren. Maar schieten, nee, dat gaan ze daar niet leren. Ja, ze zullen in 2014 daarvoor trekken en gaat u eens even na bij uzelf. Wat hebben de Amerikanen bereikt in Afghanistan? Niks. Ja, narigheid. Er zijn nu net 2000 man in totaal al gesneuveld. We hebben het al even niet over Irak. Hoe verleidelijk ook dat onderwerp mogen zijn. Dus zullen de Chinezen een enorm militair apparaat ontwikkelen? Als ze verstandig zijn, als ze naar mij luisteren, wat ze zeker niet zullen doen, dan doen ze dat niet. Dan zullen ze wel, daar moet u wel op rekenen natuurlijk, zij zijn nu een regionale grootmacht. Ze hebben wel een militair apparaat. Ze hebben zelfs een vliegkampschip, dacht ik, van de Russen gekocht. Een besluit wat ik nooit zou hebben genomen. Want de kans dat ervan kan varen of niet plotseling tot zinken komt, dat weet je bij nooit. En dan moet je dat Nederlandse bedrijf weer bellen om de boel boven water te halen natuurlijk. In die zin kunnen we er wel voordeel van hebben. U weet, het klassieke geval is eigenlijk Taiwan. Zouden de Chinezen Taiwan willen of kunnen veroveren? Nou, misschien willen wel, maar volgens mij ook niet meer eigenlijk. Dat is eigenlijk een probleem wat langzaam gemarginaliseerd is. Daar kun je aan zien hoe verstandig ze feitelijk zijn. Zouden ze het kunnen? Nee, daar is geen sprake van eigenlijk. Ze beschikken niet over een zodanig modern militair apparaat dat ze dat zouden kunnen doen. En dat geeft tegelijkertijd al de beperking van hun militaire mogelijkheden aan. Als je kijkt naar de Chinese buitenlandse politiek, dan zult u zien dat die puur en alleen wordt gestuurd door economische belang. Wij vinden het allemaal heel erg wat ze in Afrika doen. Want dan zeggen ze, als we bij jullie de olie eruit mogen pompen, dan leggen wij spoorwegen aan en hoge gebouwen met liften die het doen. En nou ja,
allemaal hartstikke fijne dingen die jullie graag willen hebben. En wij vinden dan, dat kan niet, want je moet eerst moet je afvragen of in Angola wel een rechtsstaat bestaat. En pas als dat gebeurd is, zijn wij bereid om de nodige financiën ter beschikking te stellen. En de Chinezen liggen daar niet van wakker. Het lijkt mij dat de Chinezen op dit punt het gelijk volledig aan hun zijde hebben. Het is een hele pragmatische en ja, ik kan me begrijpen dat Jan Pronk er wel eens van ligt te woelen in bed. Maar om nou te zeggen, joh, wat heeft Jan een succes gehad? Ook weer niet eigenlijk, hè? Kun je niet zeggen. Ik las nog eens een lijstje van de armste en beroerdste landen ter wereld. En dat bleken allemaal landen te zijn waar wij de afgelopen 30 jaar enorme bedragen aan ter beschikking hebben gesteld. Ja, dat. U denkt misschien, god, hij is het eens met Arend-Jan Boekenstein, maar op dit punt een heel klein beetje wel misschien. Wilt u dat niet verder vertellen? Ik ben ook blij dat u die deur dicht heeft gehouden, want het is een onderwerp te pijnlijk voor woorden in allerlei opzichten. En nu komen we aan de vraag natuurlijk wat de Verenigde Staten daarvan moeten denken, van die ontwikkeling. En u, ik zei al in het begin, voorzichtigheidshalve, de Verenigde Staten denken niks. Daar komt dit de grote trek op neer. Als u het aan de directie van Walton zou vragen en de Walmart, dat is het grootste detailhandelsbedrijf van de Verenigde Staten. Als u er geweest bent, heeft u al die verschrikkelijke gebouwen wel gezien, waardoor de lokale kleine middenstand naar de bliksem gaat. Dat is een bedrijf wat garen heeft gesponnen bij de productie van zeer goedkope goederen in China, die ook zeer goedkoop, maar net in fractie duurder, kunnen worden verkocht in de Verenigde Staten. Sowieso, en dan komen we aan een heel raar punt wat ik even moet vermelden. In allerlei opzichten is de ontwikkeling van China mogelijk gebleken. China is natuurlijk een zogenaamd exportwonder. Hoe ontwikkel je je? Kun je op allerlei manieren ontwikkelen. Maar een van de hoofdwegen voor een economische ontwikkeling is dat je alles richt op de export. Als je kijkt naar de meest succesvolle landen van de afgelopen 25, 30 jaar, dat zijn allemaal landen die heel succesvol geëxporteerd hebben naar de wereldmarkt. Of dat nou Japan is, of dat het Zuid-Korea is, of het Singapore is, of Nederland, kan van alles, of Duitsland. Maar als u er even over nadenkt en u heeft ooit economieles gevolgd, dan zult u begrijpen dat niet alle landen een exportoverschot kunnen hebben. Heeft u dat zich wel eens gerealiseerd? Hoe fijn het is dat Spanje en Italië geen exportoverschot hebben. Ja, wij roepen ze altijd, wij vinden het schande. Die landen maken er maar een potje van. Maar wij zouden geen export op. De eurozone als geheel is heel neutraal op het punt van import-export. Maar wij, Nederland bijvoorbeeld, heeft een giga-exportoverschot. Relatief gezien dan. De Duitsers hebben altijd een exportoverschot. Dat we zeggen, ze verdienen steeds meer dan ze uitgeven. Daarvoor zijn de Duitsers. Maar, of Nederlanders. En hetzelfde geldt voor Finland en Oostenrijk en al die hulp-Sinterklaasen van Duitsland. Allemaal hetzelfde patroon. Allemaal een giga-exportoverschot. Maar als je een exportoverschot hebt hier, moet je een importoverschot hebben daar. En wie heeft in de afgelopen 25, 30 jaar verreweg het grootste importoverschot gehad? Ja, had u massaal op moeten reizen en moeten zeggen de Verenigde Staten. Namelijk, dat zijn de Verenigde Staten. Importoverschotten van honderden miljarden per jaar. In die zin is de ontwikkeling van landen als Zuid-Korea en China mogelijk geweest, doordat de Amerikanen bereid waren om een enorm importoverschot te runnen. En waarom waren de Amerikanen bereid om een enorm importoverschot te runnen? Omdat wij allemaal in de rest van de wereld zo gek waren om aan de Amerikanen enorme hoeveelheden geld ter beschikking te stellen door te investeren in de Verenigde Staten. Zo loopt die wereldeconomie een beetje rond. En ten aanzien van China is het nog veel gekker. Want wat doet China met het geld wat resulteert uit dat enorme exportoverschot? Daar kopen ze Amerikaans staatspapier voor. Eigenlijk financieren de Chinezen hun eigen export naar de Verenigde Staten, waardoor een heel wonderlijk afhankelijkheidssysteem ontstaan is.
Ze hebben nu zoveel Amerikaans schuldpapier. Wat is het? Ik geloof iets van 1,5 triljoen. Misschien al wel 2 triljoen. Ja, dat noemen wij biljoen. Dat moet ook eens door die economen opgelost worden. Hè? Die verwarrende praatjes over biljoen en triljoen. Dat is heel vervelend dat ze dat niet georganiseerd hebben. Ja, dat is een hele wonderlijke zaak. En iedereen weet ook eigenlijk wel dat dat natuurlijk niet eeuwig kan duren, dit wonderlijke systeem. Maar wees de Amerikanen in zekere zin dankbaar dat ze bereid zijn geweest om eindeloos importoverschotten te hebben. Zodra wij, want wij zijn hartstikke trots op ons exportoverschot. Maar als wij een exportoverschot hebben van, wat zal het zijn, 1% of 7, 8% op dit moment. Ik geloof dat het zelfs groter is, relatief gezien, dan het Duitse exportoverschot. Dat betekent dat ergens anders, rekent u maar even uit, iemand een importoverschot moet hebben van, nou ja, wat is 7% van Nederlands bruto binnenlands product? Ik zal even te rekenen. Nou, dat zijn forse bedragen. Ik kan er zo even niet opkomen, maar dat moet u thuis dan even uitrekenen. Ja, dat is een van de wonderlijkste aspecten van de wereldeconomie. Dat daar allerlei wonderlijke onevenwichtigheden in zitten. Maar dat China niet in dit gigatempo gegroeid zou zijn als niet die wonderlijke relatie met de Verenigde Staten zou bestaan. En de tweede mogelijke relatie is natuurlijk die van de militaire relatie. Wie is de grote speler op het wereldtoneel? Dat zijn de Verenigde Staten. Dat weet u wel. Eigenlijk, hè, want sinds het verdwijnen van de Sovjet-Unie is er nog maar 1 wereldmogendheid over. En dat zijn de Verenigde Staten. En net waren ze eigenlijk gewend aan die fantastische, heeft u al die stukken toen niet gelezen? The One Indispensable Nation. Ze hebben toch al een vrij hoge dunk van dat chaotische land. Zelf een iets te hoge dunk wat mij betreft. God's own country. Dat ze dat geworden waren. Het machtigste land ter wereld zonder enige vorm van concurrentie. Vonden ze eigenlijk de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld. Het was niet anders. Moet u zich voorstellen wat een bittere schok het moet zijn geweest. Toen ergens zo tussen 2000 en 2007, 2008, de realisatie begon te dagen dat als die Chinezen zo door zouden groeien, dat ze in no time groter, historisch gezien, in no time groter zouden zijn dan de Verenigde Staten. En nu heb je in de Verenigde Staten heel verschillende meningen over hoe de Verenigde Staten China tegemoet zou moeten treden. Daar is natuurlijk in de allereerste plaats de meest stomzinnige mening. En dat is dat die Chinezen levensgevaarlijk zijn en dat de Amerikanen er alles aan moeten doen om de Chinezen in militair opzicht te kunnen overbluffen. Niet alleen nu, niet alleen over 10 jaar, maar liefst ook voor de hele rest van de eeuw. Dat is natuurlijk, u voelt dat wel aan uw water eigenlijk, de meest stomzinnige idee wat je zou kunnen ontwikkelen. En daarvan moeten we, hoe is het eigenlijk met mijn tijd? De tijd is op. Dan gaan we even een deel van de vraagtijd gebruiken. Voor een korte beschouwing. Want we moeten even terug naar de periode 1890-1914. Toen eigenlijk het wereldstatensysteem volledig werd gedomineerd door de zogenaamde Europese grote mogendheden. Ja, binnen een halve eeuw bleken het tweederangs mogendheden, maar toen waren het grote mogendheden. En in dat Europese statensysteem, wat in feite al 200 jaar ongeveer functioneerde, met wisselende coalities, verscheen plotseling een totaal nieuwe natie, namelijk Duitsland. Wat voor die tijd uit allerlei losse stukjes had bestaan. En eerst werd het een douane-Unie en toen heeft Bismarck er in januari 1971 één natie van gemaakt. Die vervolgens eigenlijk in alle denkbare opzichten de meest succesvolle natie van Europa bleek te zijn. Organisatorisch, industrieel, wetenschappelijk, alles konden de Duitsers beter. Ja, vechten ook. Ja, dat is een hele vervelende toestand. En wat dat betreft moeten wij veel sympathie hebben voor de Italianen. Die hebben daar nooit iets van begrepen en dat siert hen in hoge mate natuurlijk. Of de Duitsers nog zouden kunnen vechten, dat weet ik niet. Als ik naar Angela Merkel kijk, denk ik, het zal zo'n vaart niet lopen. Ja, wie had ooit gedacht dat de natie door Bismarck tot stand is gebracht, dat die ooit geleid zou worden door een Oost-Duitse domineesdochter
in een geraniumrood broekpak. Dat is eigenlijk een vrij opmerkelijke zaak. En eigenlijk is Europa er in die 25 jaar die ik u beschreef niet in geslaagd om Duitsland te integreren in een groter Europees statensysteem. De Duitsers waren, dat moet gezegd worden, agressief en lawaaiig. Denkt u aan die suffe keizer met dat armpje. Maar de anderen hadden eigenlijk geen zin om ruimte te maken voor Duitsland. En Duitslands redenering was, waarom mogen wij eigenlijk niet wat Engeland en Frankrijk wel mogen? Wat is er met ons dan mis dat? He? Die wouden ook een koloniaal rijk, ja, ontzettend stom. He, want dat bleek je achteraf eigenlijk maar weinig aan te hebben. Maar dat wilden zij ook. Zij wilden ook wat Frankrijk en Engeland had. En tenslotte is men toch bevroren in een soort polarisatie in de Europese machtspolitiek tussen een coalitie van de Engelsen, de Fransen en de Russen aan de ene kant en Duitsland en Oostenrijk-Hongarije aan de andere kant. En dat heeft geleid tot de Eerste Wereldoorlog. Die de Duitsers, ja god, dat hoef ik u verder niet te vertellen, kapitaal verloren hebben. En omdat ze hem kapitaal verloren hadden, dachten ze, we doen het nog een keer. Dan gaan we winnen. He? Dat was eigenlijk Hitlers kernidee was, we doen het nog een keertje over en dan gaan we winnen. Dan hebben ze weer verloren. En nu zijn we in 2012 gearriveerd en nu blijken ze glorieus gewonnen te hebben eigenlijk op alle denkbare fronten. Of het nu Bentley en Rolls-Royce is of de euro of wat dan ook maar. Ze hebben in alle denkbare opzichten gewonnen. Denkt u aan het feit dat François Hollande op de dag van zijn inauguratie, nadat hij zeiknat was geregend op de Champs-Élysées bij het leggen van het kransje, is hij dezelfde avond nog met gevaar voor eigen leven naar Berlijn gevlogen. Want de bliksem is nog in het toestel gezet. Ik weet niet of u dat een beetje gevolgd heeft. Hè? Dat zou pas ironisch zijn geweest. Franse president komt om tijdens vlucht naar Berlijn. Maar goed, dat is dan dus net niet gebeurd. Dus aan Duitsland zie je, aan de opkomst van Duitsland en het onvermogen van de geëtableerde machten om dat op een subtiele en flexibele wijze aan te pakken, zie je wat we in ieder geval niet moeten doen als het om China gaat. Geef China de ruimte. Wordt China de grootste mogendheid in Azië, althans op de afzienbare termijn? Ja. Kunnen we dat tegenhouden? Nee. En hoe meer we het zullen tegenhouden, hoe meer we aan die rechtse Amerikanen zouden toegeven van, we moeten een vuist maken, je moet oppassen, die Chinezen, dat zijn levensgevaarlijke lui met verschrikkelijke ambities om de westerse waarden te vernietigen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dan weet je zeker dat die polarisatie zal leiden, ook aan Chinese kant, tot een hooggrotere inzet van de economische macht om ook een militaire macht te ontwikkelen. Want je hoeft dat in principe niet te doen. Je kunt als economische grootmacht heel goed besluiten om niet alles in te zetten voor de opbouw van een militair apparaat. Trouwens, moet u zich al zorgen maken over deze zaak. Iedereen die hier boven de 50 is, die gaat het nog wel redden. Voor de rest kan ik geen garanties bieden. Zult u begrijpen, ja, niet al te gek worden natuurlijk. Want als China vandaag zou besluiten dat ze Amerika op enige wijze militair strategisch naar de kroon zouden willen steken, hebben ze zeker 25 jaar nodig om de technologie op te bouwen, het researchapparaat om Amerika inderdaad op het punt van de high-tech militaire hardware naar de kroon te steken. Mij zou het enorm verbazen als ze het zouden doen. Maar wij kunnen ons, het Westen, niet dat Europa daar nou zo'n belangrijke rol in speelt, maar de Verenigde Staten wel, wij kunnen dat tot op zekere hoogte, denk ik, vermijden. Door de ruimte te creëren om, ja, misschien moet ik u een enorm raar iets vertellen. U heeft vast wel ooit gehoord van dat boek van Huntington, The Clash of Civilizations. Dat is beroemd geworden omdat hij voorspeld heeft dat het met die Mohammedanen kwaad kersen eten is. En dat langs de lange grens van het Westen en het Mohammedanisme niks dan narigheid zich zal ontwikkelen. Nu blijkt eigenlijk dat de Mohammedanen vooral bijzondere talent hebben om hun eigen narigheid intern te ontwikkelen. En wij hebben er eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel last van. Ze blazen voornamelijk zichzelf op.
beetje net als die linkse student in de jaren 60. Ja, ik zie dat dat bij u helemaal geen lichtje doet ontbranden. Maar zo is het wel. Maar in dat boek staat een heel interessant hoofdstuk. Naar mijn idee, verreweg het beste hoofdstuk wat in... Want die van dat Mohammedanisme, dat geloof ik allemaal niet zo erg. Dat valt nogal mee naar mijn idee. Maar daar staat een enorm interessant hoofdstuk in over het Westen en China. Want dat boek is geschreven toen je al wel een beetje kon verwachten dat China dat ze voorspoedig zou ontwikkelen. Dat is ook allemaal gebeurd. En wat zegt Huntington daarin? Die zegt, ja, wij moeten China de ruimte geven. De grootste fout die we kunnen maken is dat we China bang maken. He, dat we nou, wat was het woord? Dat we geen respect tonen. Dat we wel al die onderbroeken voor een zacht prijsje willen hebben, maar dat we in feite niet bereid zijn om de Chinezen ook in Azië en misschien wel in de wereldpolitiek de ruimte te geven. En ik zou zeggen, ja, ik ben er erg voor dat we het wel doen. En dan wachten we gewoon af wat er gaat gebeuren. Omdat als het misgaat, ben ik dood. Ja, dat is langzamerhand. Dat is een van de meest geruststellende aspecten van het ouder worden. He? Lees je in de krant: wereld, zeespiegel stijgt in hoog tempo. He? Denk je, nou, mijn tijd zal het wel duren. He? Of ik moet wel verrassend oud worden. Dat zou wel een verschrikkelijke straf zijn. Ja, lees dat stuk van Huntington in The Clash of Civilizations. Waar hij bij bovendien zegt, wat mij uit het hart gegrepen is, dat Amerika en West-Europa veel meer bordje bij bordje zouden moeten leggen. Dat, ja, u weet, dat is in Amerika geen populair standpunt. En dat komt omdat Amerika in toenemende mate in de greep is geraakt van een wonderlijk radicaal rechts denken, waarbij in feite Europa wordt afgeschilderd. Ik las laatst de verzweding van de Verenigde Staten. Dat is het ergste wat ze kan over de Swedenization of the United States. Ik geloof een citaat van die grote denker Mitt Romney. En dan denk je als West-Europeaan, dat zou een zegen zijn als Amerika aan onderhevig zou zijn aan Swedenization. Hè? Dat zou voor de modale Amerikaan zou dat een onbeschrijfelijk geschenk zijn als dat het geval zou kunnen zijn. Maar zij zien dat in feite als een bedreiging. De vraag is natuurlijk, gaat dat denken triomferen? Ik denk van niet. U ziet dat ik eigenlijk een onverbeterlijke optimist ben. En ik denk dat wij, want daar geloof ik dan weer wel in ideologische zin, het Westen betreft West-Europa en de Verenigde Staten, dat is uiteindelijk een cultuur die gebaseerd is op het individualisme en op het idee dat het uiteindelijk gaat om het geluk en de ontplooiing van het individu en niet om collectieven waar je aan volledig aan ondergeschikt bent. Als u nou zegt, ja, wacht nou eens even, dat is simplistisch gedacht, want we zijn natuurlijk nooit alleen maar individuen, maar we zijn delen van, dat ben ik allemaal 100% met u eens, maar toch ben ik geneigd om te zeggen, of je nou de Amerikaanse constitutie leest, niet waar, of het verlichtingsdenken bekijkt, of de moderne democratie, wat daar dan ook allemaal mee mis mogen zijn, toch gaat het daar om vrij essentiële zaken. En op dat punt zou het Westen bordje bij bordje moeten leggen. Maar daarbij niet die Chinezen en andere Aziatische grootmachten in aanbouw zodanig moeten hinderen dat het zou kunnen leiden tot een gepolariseerde strategische situatie. Waar we, vergeet dat niet, denken we even aan Duitsland. Hè? Want voordat we Duitsland 2 uur, zeg ik natuurlijk even voor het gemak, terwijl ik nog geen 2 was toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen. Ik ben overigens wel gebombardeerd, maar door de Engelsen. Ja, die hadden het weer helemaal mis. U weet dat de Engelsen een uniek talent hadden om hun bommen. En u weet waarom Nijmegen gebombardeerd is, omdat ze dachten dat het Kleef was. Waarschijnlijk hadden ze die nieuwe maps op de iPhone hadden ze voorstaan. Laten we hopen dat die niet voor militaire doeleinden gebruikt gaan worden, want dat zou niet zo best zijn. En zodoende ben ik ook bijna om het leven gekomen, maar door onze bondgenoten en niet door de vijand in feite. Nou ja, dat is een grote trek in mijn kijk op de zaak. Ik kan u ook ten aanzien van de Amerikaanse politiek weinig garanderen, maar
Laat ik ook op dat punt optimistisch afsluiten. Ik denk dat dat radicale conservatisme, wat in Amerika nu toch een betrekkelijk hoge vlucht heeft genomen, dat langzamerhand zo radicaal is geworden dat het in feite zichzelf uit de markt prijst. En daarbij komt dat Amerika zelf, afgezien van de rest van de wereld, onderhevig is aan zeer ingrijpende demografische veranderingen. Ik las ergens dat dit de laatste verkiezing is die je zou kunnen winnen met een blanke meerderheid. Over 4 jaar kan het niet meer. Over 10 jaar is het uitgesloten. En dat betekent natuurlijk ook, hoop ik zelf, dat uiteindelijk ook Amerika zal kiezen voor een verstandig beleid in het midden. En dat heeft ook consequenties voor de buitenlandse politiek. Je moet ook op het punt van de buitenlandse politiek er toch niet aan denken dat Mitt Romney de verkiezingen gaat winnen. Dat, anders geformuleerd, dat Netanyahu de verkiezingen gaat winnen. Want daar komt het eigenlijk in grote trekken op neer. En het is van een diepe, diepe tragiek, maar daar gaan we het nou verder niet over hebben, dat de staat als Israël eigenlijk de grote onruststoker is in een zeer belangrijke regio van de wereld. Dat is een tragische ontwikkeling in allerlei opzichten. Dus ja, u ziet, ik kan, naar mijn idee, gaan we een glorieuze toekomst tegemoet als het gaat om de wereldeconomie. Iedereen die ooit een flatscreen tv heeft gezien, wil er zelf ook in hebben. Iedereen die ooit in een autootje heeft gereden, zeker als het mannen zijn, wil zelf ook een autootje hebben. Al die spulletjes, niet waar, waar wij zo gelukkig van zijn geworden. Zo gelukkig dat we nu kunnen zeggen dat het eigenlijk helemaal nogal meevalt met dat geluk. Hè, dat het eenvoudige leven eigenlijk een iets heel, heel moois is. Dat zeg je namelijk pas als je ondertussen helemaal geen problemen meer hebt met het eenvoudige leven. Ja, als je zo gewend bent geraakt aan 3 laags vederlicht en zacht wc-papier dat je niet beter weet dan dat het de normaalste zaak van de wereld is, in plaats van je reet met oude kranten af te vegen. Of met je vinger. Ja, dat schijnt ook heel goed te kunnen. Ik heb er weinig ervaring mee, maar het schijnt te kunnen. Ja, de industrialisering van de wereld zal zich voortzetten. En laten we daarbij hopen, niet waar, dat we niet de fouten maken die we in Europa gemaakt hebben tussen 1870 en 1945. Ja, ik ga daar niet schijnheilig. Nou ja, schijnheilig, waarom niet eigenlijk? Laten we vooral ook in Europa die zaken conserveren die het product zijn van onze realisatie dat we het decennia lang helemaal verkeerd hebben gedaan. En u begrijpt wat ik bedoel. Of niet? Ja, sommigen knikken voorzichtig en denken van, zou dat weer die Maagdenburg halve bolle zijn waar hij het over heeft? Oké, ik dank u zeer voor uw aandacht. Ja, het is inmiddels 9:30 geworden en Maarten van Rossum had zelf aangegeven graag om 9:30 naar huis te gaan. Ja. Dus dat heeft hij netjes gedaan. Nou, we doen 1 vraag. 1 vraag? Ja. Oké. Okay. Wie? De vraag van vanavond. Oké, okay, nou, gaat u gaan. Ik kom naar u toe. In zijn boek Civilization heeft Niall Ferguson aangegeven dat 6 killer apps, zoals je dat noemt, 6 randvoorwaarden, noodzakelijk zijn om een economie maximaal te kunnen laten groeien. Ten aanzien van China constateert hij dat 2 van de killer apps, 2 van de randvoorwaarden ontbreken. Dat is een stabiel rechtssysteem en dat is waarborging van eigendomsrechten. En hij twijfelt daarom of dat die groei zich zal voortzetten. Ik was nieuwsgierig hoe dat u tegen die observatie aankijkt. Ja, we weten allemaal uit welke politieke hoek Niall Ferguson opereert. Hij is een Thatcherite en een typische pleitbezorger van dat het precies zo moet gaan als in het Westen, want anders kan het niet gaan. Als er nou iets bewezen is in de afgelopen 30 jaar, dat is dat al die praatjes over macro-economische ontwikkelingen, dat daar helemaal geen hout van klopt, dat zeer autoritaire regimes zich in no time op een voortreffelijke wijze kunnen ontwikkelen. Zal dat op de lange termijn ook rechtsstatelijke beginselen moeten omvatten? Dat denk ik wel, maar ik wijs u even op Singapore.
Ja, door ons altijd enorm bewonderd. En er ligt geen papiertje op straat. En als je een sigaret rookt in het openbaar, word je doodgeschoten. Het is een magnifiek land eigenlijk. Hè? Magnifiek werkelijk. Maar het is wel een dictatuur. Hè? Het is zelfs een familiedictatuur, want die oude leeft nog, maar die jongen deelt de lakens uit. Dus dat hele idee van ons, dat alleen het soort van landen zoals in West-Europa zijn, Engeland en al die anderen, dat alleen die zich economisch voorspoedig kunnen ontwikkelen, daar klopt dus geen hout van. En dus ook op dit punt heb ik mijn twijfels. Hè? Want als die rechtsstatelijke beginselen zo fundamenteel waren als Ferguson beweert, dan had China niet eens van de grond gekomen. Hè? Maar dat is het ondertussen wel. Dat daar rare dingen gebeuren, dat staat als een paal boven water. Dat je een contract sluit met Chinese industriëlen. En dat op het moment dat je die handtekening zet aan de achterkant van de fabriek de boel weer leeggestolen wordt. Dat schijnt zo af en toe te zijn. Maar ik denk dat u moet dat veel ruimer zien. Ik denk dat voor de grote ontwikkeling, en dan moet je denken aan decennia, niet zo verschrikkelijk veel uitmaakt. Ik ben bovendien geneigd om te denken dat iemand die de hele geschiedenis van het Westen in de ruimste zin van het woord beschrijft aan de hand van 6 killer apps, dat daar vrij fundamenteel iets mis is gegaan met het historische denken. He? Ik ben opgegroeid met al die boeken over de Triumph of the West. He? The Rise of the West, the Triumph of the West. The West was dit en the West was dat. En nou ja, wat is nou gebleken in de afgelopen, wat zullen we ervan maken, 40, 50 jaar, dat die anderen het ook kunnen. Vaak even goed als wij, nog een stuk sneller dan wij. Hè? Nou ja, denk aan de vergelijking tussen ProRail en de Chinese spoorwegen. Hè? Dan moet je toch zeggen, guts. Hè? Wij kunnen vaak de simpelste dingen niet meer. Hè? Het vervangen van een 19e eeuws brugje bij mij in de buurt, dat duurt 1,5 jaar. En dan ga je soms kijken in het bouwputje. En daar is 1 gehandicapte bezig om zand van links naar rechts te scheppen. En dat je denkt van ja, zou een ploeg Chinezen hier niet uitkomst kunnen brengen? Nou ja, ik geef toe, dit zijn een beetje populistische redeneringen. Maar u begrijpt waar het heen moet. Ik dank u wel voor uw aandacht.